Goedendag, lezers van Medemelijk Actueel. Welkom bij alweer de 12e vlog die ik hier over de verbouwing van ons bakkerijmuseum doe. Er is ook deze week weer veel gebeurd. Wat er bijvoorbeeld gebeurd is, is dat er inmiddels weer een vloer op de verdieping zit. Er is een deel van de stalen constructie geplaatst. Het andere deel was ook geplaatst, maar foutje bedankt. Het was niet helemaal zoals we het hoorden, dus dat wordt vervangen. Daarom wordt het dak ook iets later geplaatst dan eigenlijk de bedoeling was. Eigenlijk zou het er maandag op gaan. Het wordt nu iets later. Het is heel leuk te zien hoe oud en nieuw in elkaar overgaan. Aan de ene kant de oude glas in lood. En van de andere kant de nieuwe staalconstructie. Gedeeltelijk al in het plafond weggewerkt. En die gaat dan hier recht omhoog, die stalen balk. En dit wordt dus de grote zaal. Die hadden we nog niet. Dat betekent dat we nu ruimte hebben voor een filmzaal. Presentaties te geven, workshops te doen. Maar ook bijvoorbeeld om groepen te ontvangen. Dus hier zit binnenkort misschien wel schoolklas. Als het coronatechnisch allemaal weer mag. Het is ook goed om te zien dat de vloer niet alleen stevig voelt, maar dat het ook volledig gelijkvloers is. Dus je kan bij wijze van spreken hier met een rolstoel al overheen. Ik ben inmiddels naar beneden gegaan naar de winkel. Nou, hier is de deur. En hier is ook heel veel gebeurd. Er zit dus een nieuw plafond in. Balken blijven zichtbaar. Wordt uiteraard allemaal nog geschilderd. De wanden zijn gezet voor de keuken. Hier is de wand juist uitgehaald naar het pand ernaast. Dus dit is ook allemaal grote winkelruimte. Hiernaast komt dus de gelegenheid om een bakje koffie te doen. Met een koek erbij. Nou, hier is de deur naar de keuken. Die wordt binnenkort ook geplaatst. De nieuwe toiletten. En dan kom je weer het museum in. De liftschacht, die wordt over een week of 5-6 geplaatst. En het leuke is dus dat het ook hier bijna gelijk vloers is. Er komt nog vloerverwarming en een dekvloer in. En als het goed is het dan allemaal drempelloos. Dan zijn we met recht een laagdrempelig museum waar je makkelijk naar binnen komt. En waar je middels de drie verhaallijnen volledig geïnformeerd kan worden over de geschiedenis van het stukje Hollandse cultuur, de bakkerij met al zijn producten. Inmiddels loopt de obligatieactie ook goed. We hebben meer dan 75% van het streefbedrag binnen. Help ons mee het laatste stukje ook even te doen en dan kunnen we echt onze droom volledig realiseren. Alle informatie hierover kunt u vinden op bouwmeeaanhetlekkerstemuseum.nl. Vergeet ook vooral niet de vlogs te kijken van Esther de Boer. Hartstikke leuk elke week weer. En dan zie ik u graag volgende week weer.